nee. Lipstick! Nee. Ja, dat is een mottige kleur van melk. Oké, wel aan mijn gezicht, hè. Hallo jongens en meisjes, boegers en mijnboegers. Vandaag gaan we mij schminken en de Salt and Ice Challenge doen. Eerst gaan we mij schminken, maar allereerst... Wat is een Salt and Ice? Dat is dat je zout op je arm doet en ijs erop en waarschijnlijk moet je verschrikkelijk hard brandwonden geven. Dus ja, ik weet het. Allee, ga... Maar allereerst gaan we mijn moeders kleedje aan doen. Brita kleedje! Kijk naar dat. Kijk hoe hippie dat is. Wacht, hè. Kijk hoe hippie dat is. Het is precies een kleedje van mijn mama. Allee, dat zeggen we ook al meerdere keren. Doe dat dan. Kijk. Trouwens. Ik ben Cheyenne en de sminkster is mijn zus Aksana. Voor als je het niet zou weten. Melf, t-shirt uit. Dat ziet er niet uit. Nee, kijk, daarom juist. En die broek die mag er nog aan houden. Dat valt niet op. Ik film dat niet. Nee, want anders kan ik mijn zus haar gat niet filmen. Kom gewoon binnen, kom dichterbij, ik moet mijn zus haar gat niet filmen. Gewoon filmen wat er gedaan wordt. Dat is mijn haar. Zijn haar wordt vast. Oh, ik wil eigenlijk echt gewoon slapen, mensen. Waarom mag je mij wakker worden? We mogen gerust wat close-up shots doen, zo. En wat dingen vragen. Oké, okay, Melf, zonder bril ben je nog veel lelijker. Nee, je hebt dezelfde kop als vroeger. Nee, serieus, je hebt dezelfde kop als vroeger. Je hebt dezelfde kop als vroeger, ja. Ja. Ik lag daar juist in die zetel te slapen. Ja, nu niet meer. Nu gaat hij een beetje blush op doen. Bril moet uitblijven. Ze gaan gewoon doen wat ze weten wat ze doet. Van mij apart, doe meisjes mayonaise op haar voorhoofd. Wij doen geen mayonaise op ons voorhoofd. Waarom ben ik dat om? Zijn puistjes een beetje wegwerken, maar ja, dat lukt niet goed. Normaal moet je daar toch eerst crème op doen? Ja toch? Anders is die blush toch meteen. De hand voor de microfoon? Nee. Okay. Die is hier. Mooi uit. Nee. Het open hierna wel, hè. Dat is de reden. Je gaat er nooit schoon uitzien. Ja, ik heb al liever 2,5 jaar gehad, hè. Hoe vaak zit ik al met Dustin samen, hè? 3. 3 keer, ja. Wat doet dat crème, mevrouw? Dat werkt dan toch niet goed, want ik zie er nog. Roodzakken. Nee, kutten zijn goed. Die knijpt hij nooit uit, hè? Hij moet dringend dus naar de pedicure en manicure gaan. Ja. Amai, ik de pedicure voor zijn nagels, laat ze zien. Dan moet nog een nageltje slakken. En een manicure. Doe maar wat je wilt, dan gaan we dat zaten. Ik nou, je kop staat ervoor. Kijk naar mijn nageltjes. Kijk naar mijn nageltjes. Ik kijk naar uw nagels. Kijk mooi, hè? Rood. Oranje, donker. Laat ze een keer zien voor de camera. Gast, ik kan dat toch niet fixen. Camera is hier. Gast, nee, ze kunnen dat zien. Ik kan zelf zien wat ik film, hè. Een kin. Een buttcrack of een kin. Oh, ik heb het koud. Ik heb een jas onder. Gast, ik sta hier wel te filmen, hè. Moet je mijn kleedje aan doen? Nee. Fuck, als ik mijn kop naar beneden doe, doet dat pijn aan mijn haar. Aha, bij mij doet dat ook altijd pijn als ik cadeau heb. Is gewoon wat? Hallo, lichamelijke opvoeding. Dat is om slank te worden. Of leren dat ik moet me aftrekken. Juist. Doe je ogen dicht. Dat kietelt, hè? Weer blush. Ik zei toch dat je dat ervoor moest, daarna moest doen. Wat is dat zo? Nee, dat is zoals het is. Ja, alleen vrouwen kunnen dat minder. Mannen en lippen zijn daar niet voor gemaakt. Je moet je nog scheren. Moet ik je scheren? Gast, nee, ik ga niet aan je lichaam komen. Maar ik sta het zelf voor. Kom alleen aan mijn broer. Hem zou ik wel scheren. Gast. Ik denk dat wel kapot.
Welke stuk op zijn lichaam, hè? Ah, waarom denk ik zo over mijn broer? Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik ga eens kijken. Zie je wel kijken ze? Fuck off. Wat vind ik nu zo chiant tegen kijkers? Ik ben een kijker, dommerik. Ah, bruine oogschaduw. Kijk. Ja, ik zei toch dat kietelt. En nu het andere oog, hè? Geef mij een Cleopatra oog. Dan moet er nog zwart voor hebben, hè? Daar heb ik nog eyeliner. Lichter toch? Ja, ik heb eyeliner. En ze gaan dit oog, gaat ze dus juist bij het andere oog open doen. Ik zie niet wat er gebeurt. Aha. Ik ben bang. Je kunt dat zien als je dat filmpje delete en zo. Delete. Bewerkt en zo. Anders mocht je dat twee keer doen, ik zou dat raar zijn. Nee, gast. Ik ga straks slapen. Tot 9:30 en dan ga ik naar huis. Ik weet het. Op je ogen. Ik weet het. Dat ze al meerdere keer op mij heeft gezeten. Oh! Okay. Nee. Dank u. Nick, zijn jullie daar bijna klaar? Ik wil slapen, mensen. Nee, mijn eyeliner is niet naar huis. Mijn bed staat thuis. Close up. Hallo. Gast, je hand zit in de weg. Volgens mij heeft hij dat nog nooit gedaan. Wanneer komt Dustin terug? Als het klaar is, mijn kind te poepen. Nee, dat zou je niet. Ken jij dus toen ook niet? Ik ken hem. Ik ken hem beter dan jij. Je bent zijn broer. Oh, dat is echt een motto. Ziet er mooi uit? Nee. Dat is mislukt. Mag ik er ook eens eentje doen? Ja. Pak die camera eens even over. Oh nee. Als er iets gebeurt, doe help en dat is mijn oog. Ogen dicht. Oké. Okay. Waar? Gewoon doen wat ik wilde. Gast. Ik heb haar hand gelikt. Nee, gast. Viederik, hier! En dan een krulletje. Ah, nee, nu die dingetjes. Oh, nee, een krulletje. Mijn krulletje is mislukt. Het is wel de bedoeling dat ik er mooi uitzie, hè? Vind je niet dat ik er mooi uitzie? Nee. Zalig dat mijn hand voor de camera, tommerik. Nu moet je dat erop doen. Wacht, hè. Dat. Wat de fuck is dat? Dat is een rimpelcreme, dat wel. Oh, oké. Okay. Want zag ik net als ik dat aan mij kon stikken. Oh nee. Lipstick! Nee. Ja, dat is een mottige kleur van mij. Een mottige broek voor u. Ik vind hem mooi en Dustin vindt hem mooi. Ja, Dustin vindt hij mooi omdat hij bloed lijf kan zien zo. Als ik een short aan doe, kan hij dat. Je moet precies iemand zoenen. Ja, toch. Zo. En Sana, je hand zit fucking vaak voor die camera. Close-up. Kus de camera. Smaakt dat goed? Dat heeft geen smaak. Nee, was in de klas met smaak. Echt? Nou, wat smaakt dat? Aardbeien. Nee. Echt? Of iets van een bussen. Aardbeien. Bambus, zoiets. Maar die onderlip gewoon is gewoon. Onderlip gewoon. Onderlip van dikke lippen. Ja, heb. Gaat zoiets gewoon zo? Gewoon je lippen doen. Oh ja? Doe ik? Oh, wist ik niet. Kijk, ik zie een vuiltje. Nou, op zijn gezicht. Ja, zo. Je moet zo doen. Melf. Ja, zo. Melf. Het is al goed. Melf, je moet zo doen. Ja, dat was beter zonder die eyeliner. Noem die dan maar. Ik zei dat dat beter was zonder die eyeliner. Ja. Ik vind dat mooi. Ga je raden? Ga je raden? Nee, dat was beter zo'n eyeliner. Dat is mooi, weet je, Melvin. Nee! Ik ga daar niet meer tussen staan. Shabba, dat was beter zo'n eyeliner. We gaan even een beetje eraf doen. Nee, we gaan dat zo laten. Goed voor video. Dat was lelijk. Ja, pech, Melvin is altijd lelijk. Maar die eyeliner is echt lelijk. Mag je dat beter doen zonder die? Melvin, doe zo. Nee, dat is Nee, doe zo.
kijk mensen. Eeuw, jij komt dan met je hand aan die zijn lippen. Dat kijk naar zijn tanden mensen. Ah zo. Ja, ze zit aan het praten. Ja, 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 ja. Kijk naar zijn tanden. Allemaal misvormd. Is er nog iets nodig? Nee, ik denk dat het zo is. Dus... Nee, maar het zijn die eyeliner moet terecht houden. Nee, Sanne, dat moet zo blijven. Dus, dit is Melvin Timmermans. Met een jurk. Oké, Melv, mag ik op pauze drukken? Nee, nog wel. Trouwens, ik moet filmen met dat ik naar boven op mijn maag. Ga dan. Zesje met eyeliner. Nee, Sanne, dat is mooi zo. Wat meer op doen. Van naar ogen. Oh, dat is toch kei mooi? Hier naar ogen. Zo, nog ja. Mag ik op pas doen? Ik is goed. Mijn mama gaat nog wat voor doen. Daarnet heb ik mijn make-up opgedaan en nu is die niet meer. Make-up opgedaan en snel te filmen. Dus ik weet niet of dat uit de rij want op de microfoon. Onderkant. Ah, nee, gaat er hem. Hier is de microfoon. Sorry, want niet. Ja, oké. Ik weet niet dat ik dat erin gelaat of niet. Blijkbaar moet het u derde graads brandwonden geven, zegt mijn klein broerken. Dat is allemaal waard. Ja. Dat me? Met. Ik moet dat ijs op mijn hand. Nee, dank je. Niemand helpt u. Anders heb ik het weer gedaan, hè? Nee. Ik ben zo dom om dat te doen. Wat een jongen. Ja, wat is koud. Ik wist niet dat ijs zo koud was. Vraag, waar ga ik het doen? Nee, niet op mijn bal. Ik heb niks gezegd. Je gezicht. Ik zou het wel denken. Ik zei je gezicht. Drie, twee, één. Ah, fuck. Oh, aan mijn tweede hand doet dat ook zeer goed. Hoe brandt het dan is, hè? Ah, jongen, dat begint te branden. Dat is de bedoeling. Dat brandt. Dat brandt gewoon. Heel wat doen. Fuck, jongen. Eens. Mijn naald aan het prikken. Kom, ik heb ik kwijt. Kijk, jong. Fuck, jong, ik heb er geen gevoel meer in. Weet ik. Fuck, het eraf al. Oh, fuck, jong. Wat de klote. Nee, jong. Hij doet. Doe, doe, doe. Ah, fuck, jong. Ah. Kom dichterbij. Fuck. Hij doet. Op een ander plaat, op een ander plaat. Ah, oh fuck jong. Oh, die doet meer zeer, die doet meer zeer. Ik zal hem er gewoon afmaken. Ik zal niet duwen er lastig. Harder duwen, hard duwen. De hardste duwen. Oh, laat dat. Oh fuck. En hij heeft er nu dikke spijt van? Nee! Nee! Film dat. Nee! Kijk jongen, niet zo van ver. Makker! Ja. Stop dan keer, een zoutverspilling! Kijk jong. Kom, mijn vingers aan bewegen. Kijk, kijk met mijn vingers. Oh, kom maar onder water. Dus meisjes, dat was mij doing. Weet wel, de make-up challenge en mij dan ook de zout en ijs challenge. Doe nogal pijn. Mijn mama is kwaad op mij, maar dat maakt niet uit. Ik moet je scheren, maar dat wou ze niet doen. Wel, like, subscribe en kijk opnieuw. Yes, like! Tuurlijk, jongen. Wel, ik hoop dat ik jullie ook volgende keer zie en doei.